Goedemorgen deze morgen. Het is lekker vroeg. Het zonnetje schijnt. We gaan even foto's maken van de bloemetjes. Het is lekker weer tot nu toe. De zon is alweer lekker op. Het is best koud. Ik ga even wat mooie foto's maken. En dan gaan jullie die zien. Nee, lekker foto's gaan maken. Ik begin toch even te volgen, moet ik het lelijkste bloemetje wat pakken? Ja. Nou, dit is niet zo'n hele mooie foto. Dat hoor ik hem in de achtergrond over. Dat is een lege foto aan maken. Dat fotootje. Maar ik heb net aan jullie al twee foto's laten zien. Ik vond de blauwe bloemetje wel mooi. Die heeft Ramon nog niet op de foto, dat weet ik in ieder geval. Maar één foto is niet echt een bloem. Het is fris. Het was vannacht -4 volgens mij, -3. Maar ik heb het wel koud in ieder geval. Ik weet niet hoe het met Ramon zit. Ramon, hoe zit het met jou? Ik ben hartstikke warm. Hij heeft het hartstikke warm. Heb je al de blauwe bloemetje, Ramon? Nou, dan gaat hij even een blauw bloemetje maken en dan zijn we zo bij jullie terug. Want ik zie nog iets leuks, dus stay tuned. Zo, ik denk dat Ramon alle foto's heeft. Ja, hij zal een paar foto's aan maken. Dan gaan we denk ik lekker naar binnen. Dat is echt wel fris. Ja, je ziet hetzelfde, dat de lucht koud wordt. Ik ga lekker naar binnen en dan zie ik jullie zo binnen. Lekker warm. Ben je klaar, Mom? Zie je, ik heb 2 minuten gemist. Hoi. Camera van. Jongens, ik kan je vertellen, dit ding werkt echt voor geen ene meter. Het Holy werkt. Shit. Ja, het werkt wel. Top. Even denken. We moeten even een manier zien te vinden dat Bram goed verstaanbaar is. En Ramon ook. Nou ja, eigenlijk. Vooral Bram eigenlijk. Ja. Want ik wil eigenlijk 2 losse. Maar ja, ik kocht deze. Dacht, hey, dat is makkelijk. Dan heb ik 2 van deze dingetjes. Maar nee, ze doen er 2 in 1. Kijk. Nou jongens, we zijn een paar mogelijkheden afgegaan. Zo far. Maar dan dit, nou, de beste ga ik het ook weer niet noemen. Slechtste, maar. Nee, ook niet de slechtste. We hebben een slechtste gehad. Het is allebei niet goed in ieder geval. En Ramon heeft dit allemaal heel leuk en aardig allemaal eraf gehaald. Maar dan moet ik het weer erop doen. Hey, politie. Wat leuk, hè? Ik kwam net ook al. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Nou ja, ik heb er wel niet mee. Nou ja, Bram die probeert wel een paar te frutsen en te frutsen en zo netjes mogelijk te houden. Daar ben ik heel blij mee natuurlijk. En nou, dan zijn we eindelijk klaar voor het begin. Bijna. Nu zijn we langer bezig met het opzetten van geluid als dat werkt op. Nee. Maar ze zeggen altijd, 1 keer opgezet is normaal toch, hè? Die heb ik nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet. die is gewoon te plekken verzonnen. Precies. Ze moet iets verzinnen, hè? Ja, dat is het heel anders persoon. Oké, dan nemen wij hier op. En nu zit je over mijn kam. Ik denk dat het veel te hard is. Maar... Ah ja, dat zien we dan anders van genoeg wel. Oh, dit is fire, jongen, dat heb ik nog nooit gedaan. Klaar? Het is wel koud, hè? Jij in koud. Ja, ik in koud. Jij in koud. Thuis heb ik het ook over koud. Het is wel allemaal leuk en aardig dat je met de kamer vasthoudt, maar jij moet de foto's maken. Ja, maar gek, ik heb nog een kamer. Voor de 2. Ja, ik heb deze en deze. Rich boy? Ik heb papa, ja, pas op, dan zit ik hier. Oh. Kijk, net achter. Pak de vat weg, hey, wacht even. Ja, oh yeah. Nou, wat gaan we doen? Wij gaan een tas fotograferen. Bram's idee, dus Bram kan het mooi uitleggen. Ja. Hier heb ik mijn tas. Ik wou eigenlijk, zeg maar, een beetje, ja, een beetje raar doen. Ik wou hem hier gaan openmaken, of zo. Dat is die kant. Want dan kan je hier doorheen schieten, maar
Dan dacht ik, als we die tas nou een beetje half open gooien, zeg maar zo achtig iets, dat Ramon daar precies, kijk, ik zal het even laten demonstreren, dat hij precies zo er doorheen kan schieten. Hij heeft een 50 mm, dus dat kan wel. Dus dat gaan we proberen. Nog een politie, jeetje. Jongens, vertel mij even wat er aan de hand is, want ik snap het niet meer. Kijk eens. Ja. Dat is weer terug. Dank je. Dat zou ik niet doen. Nee, dat doe ik niet. We gaan nu denk ik naar de tweede. Oké, hoeveel foto's hebben we denk ik? 3. Van de? Van de 9. Waar gaan we naar heen? Dus we gaan naar de 4e. Wat geeft meer schaduw? Bomen hebben we nu gehad. We hebben nu fiets en we hebben nu de tas. En wat had ik nog meer als idee? Ja, nu mijn film. Jullie volgens mij. Ja. Nee. Nou, ja. Jullie ga ik even hier neerzetten. Hallo. Hoi, we kunnen jou ook wat doen. Hoi. Sick man. We hebben er niet gehoord bijna. In de zen-modus, zo met je. Dat is wel in de kleermaker zo. Ja, dat ga ik dus niet doen, hè? Ja, dus. Nee, dat had ook weer. Zo. In de kleermaker, dus kom op. Gast! Sophie. Dat is steen! Ja! Het is geen gras, en het is geen grond. Vind je dat gaaf? Nee. Waarom ben ik altijd de Sjaak? Ja, ik ben er wel nog aan. En ik ben wel nog... Jij wil mee. Ja, doe maar gewoon op de lamp. Gewoon als je heel overdreven bent. Je moet gewoon lopen. Ja, dat mag. Ja, maar gaat het jouw foto's al halen? Oh jeetje, 50 mm, hè? Right? Zo, oké. Hoedje van papier. Mag ik er? Jee! Gaardie, man. Dat is echt top, jongens. Dat is echt geweldig. Toch, man? Zeg maar ja. Ja. Nou, jongens, dit is dus een fotograaf in de achtergrond. Die nog geen fotograaf is. Die wel probeert de fotograafopleiding te doen. Ja, dat is een beetje zo. Ja. En wat zit je precies te lummen? Niks. Ja, ik zag niet dat hij niks zat te doen. Ik zat helemaal niks te doen. Nee. Toch? Oh jongens, oh nee toch. Oké, maar jou weer een beetje serieus krijgen, want je zit te vloggen. Kom op zeg, dat is knipjes om te veel. Ja, sowieso. Nee, ik heb... Zo ben jij dan wel weer. Dan zag ik niet van jezelf erop uit, maar mij laat je lekker in zitten. Nee, ik zal dat er niet in doen. Ik zal het niet doen. Stiekem. Nee, gaan we niet doen. Oh, Bram. Yo. Gaan we daarover even fietsen? Jij hebt ook echt de meest goede idee, joh. Hoe zit dat? Dat is best een goed idee. Je kan er niet eens overheen fietsen. Tuurlijk kan je daar overheen fietsen. Nee, dat is een... Nee, tilt. Ik bedoel dat ding. Dat hellingje. Ja, daar. Ja, daar ja. Ja, dat is een... Daar staan allemaal één in, hè.
Waar is er één in? Dat is gras wat daar zit. Daar zit toch? Waar zit één in? Wacht even. Kijk, wat Mon bedoelt. Daar. Nee, niet die vrouwen. Nee, jongens, niet die vrouwen. Vrouw. Nee. Vooral wel naar binnen kijken hoor. Nou, daar bedoelt hij. Maar dat zijn ene en dat is gewoon, ik weet niet waarvoor dat is precies. Nou, dat zijn ene, dat zijn geen ene hoor. Ik weet niet hoe ene dat is. Oh, oké, okay, dan zijn het geen ene. We wouden toch nog naar die wijk toe? Naar die wijk. Naar die wijk. Naar die wijk. Naar mijn, nee, naar de wijk. Naar jouw wijk? Dat is niet zo ver. Nee, dat zeg ik ook niet. Hoi. Nee, ik ken je niet. Dat ken ik ook niet. Maar ja, dus wij gaan naar de wijk toe. Wat de wijk? Oh, je bent vervelend. Dus ben ik nou weer vervelend. Nou, we zijn allebei vervelend. Precies, jij bent vervelend. Oh ja, nou is het mijn schuld. Ja, natuurlijk niet. Echt niet. Waarom is het nou mijn schuld? Omdat het jouw schuld is. Volgens mij weet Ramon niet echt dat daar geen speeltuintje zit. Maar ja, het zal wel. Volgens mij denkt hij gewoon dat er een speeltuintje zit. Want nu gaan we naar het Amsterdam Rijnkanaal. Dus ja, I don't know. We will see. Jongens, hier hebben we foto's genomen van de snelweg. Dat was best wel gaaf. Daar was Ramon hier ook bij. Dat moeten we nog een keer steeds doen. En dan gaan we weer namen schrijven. Namen kijken? Namen schrijven. Oh, namen schrijven. Ja, dat is wel. Ja, we kunnen ook namen kijken, maar er gebeurt dan niet veel. Oh ja. Nou, maar we gaan even naar huis en dan zien we jullie zo. We zijn lekker thuis. Maar ik zei net buiten tegen Ramon van wat. Wat komt eigenlijk de grond? Want het, hiervoor zijn werkzaamheden aan de hand. En dus toen zei Marleen, zei ze van, is dat veen? Als dat veen is, dan kan je dat branden, zeg maar. Dus we hebben wat gepakt, zeg maar. Het lijken echt net keutels. Maar ja, dus we gaan het even laten drogen en dan hopelijk kunnen we het, ik weet het ook niet, maar ja, we gaan het proberen gewoon. Dus dat gaan we vanavond even doen. Dat is het. Maar ja, ik weet niet zo wat ik ervan moet vinden. Lijkt net keutels, maar ja. Maar dus dat gaan we vanavond kijken of dat werkt. Ik weet het zelf niet. Ramon pakte dat voor mij. Ik weet niet wat het is. Ik ook niet. Dus we gaan het drinken. Dat is de bedoeling. Maar we moeten ook nog zo naar buiten even kijken of dat veen of dat in de fik gaat. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Dus dan gaan we even kijken ook zo. We vervelen ons echt zo enorm achter de pc. Dat we gewoon net na ik denk 2 uur gewoon films hebben gekeken. Gewoon, 2 uur? Ja. Is dat 2 uur lang? Ja, denk het. 2 uur, 1,5 uur, zoiets. Dus ik werd een beetje zat. Gewoon spelletjes spelen of iets doen. Toen dacht ik, ja, ugh, geen zin in. Dus toen heb ik gewoon YouTube filmpjes gekeken. En dat is het eigenlijk. Maar ik ga, dit is echt, ik ga even dit drinken en dan, Nee. Voor je lijf geen reacties zien, nee. Oeh, wacht. Je mag jezelf niet zien. Nou, hier komt het hoor. Oh ja. Heb je ingezoomd? Je hebt al aangeroken. Het ruikt naar banaan. Het is bananensmaak. Ja, ik vind banaan wel lekker, dus ja. Ik vind het wel lekker. En jij? Ik vind het niet goed. Nou, hier proost. Proost, jongen. Het ruikt heel sterk naar die
Ja, het ruikt ergens naar, hè? Het is heel bekend. Is het niet van die vla, nee, van dat, hoe heet dat? Ja, ik weet wat je bedoelt, maar... Van dat hele dikke... Zo lekker. Ik weet niet hoe het heet. Van dat, Niet pap, nee, het is geen pap, het is totaal geen pap. Hoe heet dat nou, zeg? Maar daar ruikt het ook. Ja, dat vernieuw je achter iets. Ja, ja, precies, ja. Maar... Hmm. Een lichte prik in dan. Ja, klopt. Ik kan hem niet zeggen of we op moeten, weet je wel. Nee. Ik ook niet. Zien we later. Nou, <prof. laughs> tenminste, ik vind het wel lekker. Ik ook. Nee jongens, het gaat dus niet door. Ik ga wel even mijn schoen uit doen. Ja. Nee, niet op mijn kop laten vallen. Oh wee. Nou, dus dat is een beetje jammer, want Marleen wil een vuurkorf. Ja, en nee, wat ben je nou van plan te houden? Oh, ik ga je zo een keer hard terugpakken, hè? Hey, ik heb nog niks gedaan. Nee, nog niks. Maar dat komt wel. Ik kan niet geloven. Dit is nog slechter nieuws. Het is geen veen, maar het is gewoon... Klei. Dus we kunnen er niks mee. Ja, in het water gooien, dan valt het op. That's it. Ik weet echt niks meer te vertellen nu. Ja, ik ben echt sprakeloos. Ik dacht van, oh, dan gaan we even leuk iets nog doen. Maar nee. Nee. Oh, jongens, ik lig lekker in mijn bed. Ik ga lekker slapen. Want morgen ja, zijn er weer andere dingen op je plein. Natuurlijk school. En ja, dus zo. Zo doen gewoon is weer vervelend. Maar ik ga lekker slapen en dan zie ik jullie morgen. En dan is het. Slaap lekker. En tot morgen. Later. Kijk, gewoon zwart ook.